Vandaar eigenlijk nu in de naamse dag, de heilige dag van Jezus maand, willen we vooral vragen dat Jezus een zegen aan de uitstrekt over onze dorpen, over onze verenigingen en scholen en vooral ook de gezinnen die volgende week beginnen aan de vakantie en ook een zegen over het huis. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Genade en vrede. Steek je de handen daarover op in het evangelie en de lezingen van deze zondag. Jezus die mensen van zegen aanraakt, een pistolmiddag in het zorgcentrum Sint-Jozef, hebben 80 mensen gezamenlijk de heilige zielzalving tot steun en kracht ontvangen. En wij willen vandaag ook vragen om dat steuntje terug, om kracht. We willen bijzonder de gemeenschappelijk opdragen voor Peter van den Beuken, Maria Geen, Clara van den Beuken, Maria van den Beuken en Octavie van den Beuken als vaste stipendiaries in dit weekend van het jaar. Hartelijk welkom degene die voor deze intentie speciaal gekomen zou zijn. Vorige week heeft de bisschop Limburg de nieuwe bisschop ontvangen. We hadden elkaar samengesteld en vastgesteld dat onze nieuwe bisschop is geboren vanuit Brabant naar Diesen bij Tilburg. Dat wij een hele fijne en mooie band hebben met de Brabants. En daar hebben we afgelopen maand heel bijzonder gezien. Met Pinkster in het zorgcentrum heeft de oude Wilde gezongen. We krijgen altijd ook op zondag en zaterdag de ondersteuning van de organisten en van Nederland. En vanmorgen versterken we deze band ook met het koor Common Voice uit Zondere Asten. En die vragen zelf of ze hier ook tijdens de mis op luisteren en komen zingen. Dit deel van het jaar, net voor de vakantie, is misschien wat rustiger, maar ze komen ook terug het eerste weekend van november. Richting de Advent. En als we dan weer wat meer denken aan al onze gestorvenen. Fijn dat jullie er weer zijn. We zullen straks ook mogen luisteren naar tussenstanden en andere liederen. Maar we hebben de opening al gericht tot onze woord. In de kerklied met het Afrikaanse deel, Kumbaya.
Dit is mijn bloed of voor.